Jezelf vertellen. Ja, ik ben Wiel Verstokken. Ik ben eigenaar van Boom Film & Media. Het is mijn eenmanszaak en ik loop al een tijdje met ideeën rond. En ik had al een aantal klanten verzameld en wat opdrachten gemaakt, maar het is sinds kort dat ik het echt een serieuze aanpak. En vanaf 1 juni gaat alles de lucht in, de website en ja, dan ga ik de deur is stukje opnieuw. Maar vraag even, doe even een vraag, die doe ik als mij. Ja. Maar dus als ik het goed begrijp, zijn je ondernemingsplannen al af en je website is al af. Alleen je bent eigenlijk bezig met zo goed als alles af te krijgen, zodat je gelijk met een goede basis kan beginnen. Ja, ik ben begonnen met mijn ondernemingsplan. Toen dat helemaal goed zat, ben ik begonnen met de huisstijl van mijn onderneming. Omdat ik ben afgestudeerd in media design, nou ja, vond ik het leuk en wist ik hoe ik een huisstijl kon maken, hoe ik mijn logo kon doen, dus dat heb ik allemaal zelf gedaan. Ondertussen had ik al wat klanten lopen, kleine opdrachten en dingen die ik van bekenden die ik al kon doen. Maar vanaf 1 juni dus ga ik echt mezelf voorstellen aan onbekenden met de website. Het belangrijke voor mij is dat ik een portfolio website heb, zodat ik niet hoef te zeggen, ja, ik ben eigenaar van Boot en ik maak hele goede video's, maar dat ik meteen kan zeggen, ik maak bedrijfsfilmpjes en dit is wat ik kan, zodat ze meteen kunnen zien wat ik kan. Ja, dat je zeg maar een uitgebreid portfolio hebt. Ja, ja. Ja, dat is denk ik in mijn branche het belangrijkste. Ik denk dat het niet eens van belang is om te zeggen dat ik een afgestudeerd media designer ben, waar ik ook video en editor leer. Maar het is echt alleen van belang dat ze gewoon kunnen zien, dat zij van tevoren kunnen zien wat ik al kan leveren. Ja, precies. Ja. Ja. En als jij weer opnieuw zou moeten beginnen, dus je zou je ondernemingsplan nog moeten gaan schrijven, wat zou je dan anders doen deze keer? Wat zou ik dan anders doen? Bijvoorbeeld omdat je in tijdsnood bent gekomen of dat je bijvoorbeeld eerder al had kunnen beginnen? Ik heb het ondernemingsplan zo geschreven dat ik eerst het idee heb uitgewerkt. Dus het idee, mijn missie en visie en nog niks met cijfertjes. En dat kwam pas later in mijn ondernemingsplan. Van de 8 hoofdstukken waren echt de laatste 3 die daarover gingen. En ik ben dus ook pas als laatste begonnen met schrijven over de financiële stukken. Nu heb ik wel zoiets van, als ik de financiële stukken eerder had geschreven, waren de rest van de hoofdstukken misschien veel sneller gegaan. Omdat je dan veel, veel beter weet waar je het over hebt. Als jij dan zoiets hebt van, ja, ik moet minimaal 4-5 opdrachten de maand verkopen. Omdat je dat berekend hebt en dat is helemaal wat je moet behalen. Ja. Dan kun je daar aan je missie en visie en je doel en dergelijke, kun je daar al rekening mee gaan houden. Ja, precies. Dus wat zou je eigenlijk adviseren dan aan dezelfde ondernemers in jouw branche die willen gaan beginnen met een eenmanszaak? Het is samengevat van wat jij bent tegengekomen. Wat ik denk dat mijn sleutelwoord, ik moet het natuurlijk nog waarmaken, ik heb wel wat klanten, maar ik moet het natuurlijk waarmaken om echt een hele hoop werk binnen te halen. Maar wat mijn sleutel zou moeten worden tot succes, om het zo te zeggen, is dat ik pakketten aanbied aan mijn klant vanaf prijzen. Dus dat is een bedrijfsvideo vanaf €400. Yeah. En daar moet een klant, een eigenaar van een bedrijf moet daarvoor vallen, moet daar naar happen. En dan in het eerste of volgende gesprek wat ik daarmee heb, dus waar ik dus langskom om mijn verhaal, mijn presentatie te doen, van maar een 10 minuten, een kwartier, moet ik eigenlijk die prijs weten op te krikken naar een volgend pakket. Ik noem maar wat, door met betere apparatuur te filmen of door zijn pand van buiten te filmen met de drone of door extra's toe te voegen, een animatie met het logo of zo. En zo ga ik van mijn starttarief van €400, waar ook een hele hoop mensen voor zullen gaan, want die vinden al die extra's niet nodig, probeer ik ze enthousiast te maken voor een tarief van 600, 800, 1000.
Nou ja, dat zijn ongeveer prijslijsten. De prijzen zijn natuurlijk iets minder afgerond. Maar dat is een beetje mijn sleutel. Dat zou de sleutel moeten worden. Ja. En even kijken. In jouw sector zijn er denk ik veel bedrijven die zich alleen richten op het designen van bijvoorbeeld media. En zou jij jezelf zien in bepaalde samenwerkingsverbanden met andere bedrijven? Dus dat jij iets voor hun kan betekenen en zij iets voor jou? En welke bedrijven zou dat dan zijn? Ja, zeker, absoluut. Stel dat ik een. Stel dat ik word gevraagd voor een bedrijfsreportage en ik zit om de tafel met diegene en ik bekijk even wat diegene al heeft. Misschien een oude video, misschien nog geen video en op de website wat allemaal niet te zien is. En ik vind dan al dat, ja, hoe mooi en modern mijn video ook wordt, dat de website eigenlijk niet mooi genoeg is om die video echt te kunnen laten zien. Dan zou ik al die klant kunnen voorstellen van, ja, misschien dat u ook een nieuwe website bij wilt. Mocht ik van tevoren weten dat deze klant ook veel te besteden heeft, anders zou ik het waarschijnlijk niet zeggen. Maar ik ben al bijvoorbeeld in contact met een bedrijf, een aantal mensen die websites maken, die continu ook video's willen laten maken voor die nieuwe websites die zij voorstellen. En daar hebben zij dus iemand voor nodig die filmpjes maakt, wat ik dan waarschijnlijk word. En zo zou ik andersom ook proberen websites te verkopen om die naar hun door te schuiven, werk naar hun door te schuiven. Ja, precies. Dus dat je eigenlijk samen zorgt voor werkgelegenheid. Ja, er zijn natuurlijk meerdere voorbeelden. Als ik iets bij een filmpje een logo moet maken en ik hou daar toevallig een drukwerk aan over, kan ik dat weer doorschuiven naar een drukker, snap je? Dus, ja, ja. Je had het straks even over de sleutel. Wat is, denk je, jouw toegevoegde waarde ten opzichte van andere bedrijven? Dus wat maakt jou speciaal? Waarom moeten bedrijven voor jou kiezen? Een prijs of een kwaliteit? De prijs-kwaliteit natuurlijk. Mm-hmm. Ik zit expres, werk ik vanaf huis. Huur geen kantoorpand en dan laat mijn klant ook niet hier op mijn adres komen. Ik zal altijd naar de klant toe gaan. En dat vertel ik ook in mijn presentatie, dat ik vanuit huis werk om de kosten zo laag mogelijk voor de klant te houden. Er is op internet niet een ander die een bedrijfsvideo van €400 aanbiedt. Dat komt omdat ik natuurlijk een van de weinigen ben die en voor zichzelf werkt en alleen werkt, geen huurkosten heeft, geen noem het allemaal wel op, maar bij een pand komt kijken bijvoorbeeld. En ik kan natuurlijk mijn eigen uren indelen, ik hoef met niemand rekening te houden. Dus vandaar dat ik, als ik weet dat ik met een video 2 dagen bezig ben, dan weet ik dat ik voor die video €400 kan rekenen. En weet ik dat ik er 3 dagen mee bezig ben, dan weet ik dat ik daar meer voor moet gaan rekenen dan dat eerste pakket van €400. Ja, precies. En je zei net, ik kan mijn eigen uren inplannen. Merk je nou het verschil ook, want je zei straks dat je bij de Moor hebt gewerkt. Merk je nou echt het verschil tussen werknemers zijn en eigenlijk zelfstandig zijn in het uren draaien? Is het nou 9 tot 5 wat je hebt of is het meer bijvoorbeeld een 9 tot 7, dat je echt gewoon veel meer uren in de week bezig bent? Ik merk dat ik wat dat betreft mijn uren enthousiaster doorkom. Ja. Omdat je natuurlijk weet dat alles wat je, klinkt misschien wat egoïstisch, maar alles wat je doet, dat je dat toch doet voor jezelf. Ja, ja. Bij mijn oude werkgever was het altijd maar de vraag hoeveel werk er was en wat er dan te doen was. En of ik misschien wel de halve dag aan het niksen was of dat ik toch 3 dagen lang naar door moest knallen. Nu weet ik precies wat op de planning staat en weet ik precies dat ik, als ik dan tot 8 uur 's avonds door moet gaan, dan doe ik dat. Maar mocht ik de volgende ochtend moe zijn, dan blijf ik net zo goed tot 10 uur in mijn nest liggen. In plaats van dat ik om 7:30 al de wekker zou hebben staan. Ja, precies. Dus eigenlijk is het wel een beetje naar jouw wens dat je eigen uren kan inplannen. Ja, en veel bedrijven, ik ben van plan als eerste de horecabedrijven te benaderen en dan ga ik door de horecabedrijven in rondom Nijmegen. Ja. En dat
filmwerk daarvan begint allemaal van, nou ja, in de namiddag en in de avond. Dus dan ben je natuurlijk 's avonds op stap. En overdag aan het editen hier. Dus ja, zou ik later op kunnen staan bij wijze van. Ja. Ik denk dat ik voldoende weet, Wiro. Bedankt voor je tijd.